Goedemiddag allemaal, ik ben Henne Holstegen en vandaag zal ik uw Lunch en Learn verzorgen. Naast mij zitten Linda Lorens en uh, Suzanne Rode. Uh, zij zullen de vragen beantwoorden die uh, gesteld worden. Um, en die kunnen dan naar mij doorgepast uh, worden. Ik ga beginnen. Ja, ik ga een presentatie houden over het 100 plus onderzoek. Um, en we gaan meteen beginnen met een aantal vragen. Want de vraag die we, eigenlijk ons af, die we eigenlijk stellen is, hoe kan het nou toch zijn dat sommige mensen tot hun honderdste helder blijven, terwijl anderen rond hun zeventigste last krijgen van dementie? Wat maakt er nou dat deze mensen zo anders zijn? En wat kunnen we eigenlijk van deze bijzondere mensen leren? Kunnen we inderdaad van deze mensen leren hoe we een brein tot op hoge leeftijd gezond kunnen houden? En heel belangrijk, kunnen we daarmee in de toekomst hulp bieden aan de mensen die een hoog risico hebben op dementie? Deze vragen ga ik proberen te beantwoorden voor u vandaag. Aan het eind van de presentatie kom ik hier ook weer op terug om te kijken of het me gelukt is om deze vragen te beantwoorden. Oké, okay. hier ziet u eigenlijk al meteen het proces van dementie, in dit geval Alzheimer. Links ziet u een, een groot brein. Helemaal gezond. En dit proces hier, dat is het proces van, het, van de ziekte van Alzheimer. U ziet er ontstaan gaten in de hersenen. daar waar vroeger nog allemaal cellen zaten. Dus wat we ook doen aan dementie of aan Alzheimer. We, deze, deze gaten kunnen we niet weer terug opvullen. Dus het enige wat we kunnen doen. is het voorkomen van dit proces. En dat is eigenlijk. Um, en eigenlijk willen we weten hoe kunnen we ervoor zorgen. dat zo'n brein als u hier op links ziet, hoe we dat kunnen behouden. tot op hele hoge leeftijden. En de reden om zo te denken is. dat het mogelijk is om heel oud te worden zonder dementie. En de aanleiding van, voor, voor, voor deze gedachte is dat mevrouw Hendrikje van de Andel Schipper, die geboren werd in 1890 en stierf in 2005. zij werd 115 jaar. en zij was daarbij niet dement. Het interessante was dat haar moeder overleed ook op 100-jarige leeftijd. Um, zij, overigens was zij ook niet dement. En op 82-jarige leeftijd bedacht mevrouw van Anders Schipper dat ze haar lichaam zou doneren aan de wetenschap. Echter, ze wist uiteraard niet dat ze toen 115 jaar zou gaan worden. Toen ze 112 was, heeft ze het ziekenhuis opgebeld en toen heeft ze gevraagd. Of het nog wel interessant was dat zij haar lichaam aan de wetenschap zou doneren. En dat heeft ertoe geleid dat er onderzoekers naar haar toe zijn gegaan om te kijken hoe goed haar brein nog functioneerde. Want men vond het wel een beetje bijzonder dat zij deze vraag stelde. Dit zijn een aantal neuropsychologische testjes, en ik ga er één uithalen. Dat is de mini-mental state examination. Daarop kan je 30 punten scoren. Dat is eigenlijk een beetje een vragenlijst met relatief gemakkelijke vragen, maar die wel een beetje in kaart brengen hoe goed het brein nog functioneert. Mevrouw van Andel kon 27 van die 30 punten scoren, omdat voor drie punten heb je je gezichtsvermogen nodig. En bij mevrouw van Andel was dat iets afgenomen. Dus zij kon 27 van de 27 punten halen. En toen zij 114 was, haalde ze ook... 27 van de 27 punten. En dat is echt ontzettend knap als je 114 bent. En het jaar daarna zijn ze teruggegaan. en toen hadden ze 26 van de 27 punten. En dat is natuurlijk, ja, als, je, als je nagaat hoe oud zij is, is dat natuurlijk ontzettend knap. Ehm. Um, als je kijkt naar al die testjes, dan kan je berekenen hoe goed haar brein functioneerde. En ja, op basis van deze testjes bleek dat haar brein functioneerde als dat van een gezonde 60-jarige. Maar goed, ze was natuurlijk 115, dat is aanzienlijk ouder. Nu ga ik even iets vertellen over uh, het geheugen. Omdat uh, hier de hippocampus een belangrijke rol speelt. Als je de hersenen zo doormidden snijdt dan, uh, en zo uit elkaar klapt, dan aan beide kanten van de hersenen zie je. Deze twee orgaantjes liggen. Hier is de amygdala en hier is de hippocampus. En wat gebeurt er nou? Als er een ervaring, eh, eh, als er een ervaring is, dan wordt die, op basis van de, van de amygdala, krijgt een emotionele waarde. En op basis daarvan wordt die door de hippocampus eigenlijk op, op de juiste plek in de hersenen gesorteerd waar die opgeslagen moet worden. En als je naar, hier naar het rechtse plaatje kijkt, dan ziet u, dit is de hippocampus hier en dit is de hippocampus hier. Um, wat gebeurt er nou met de ziekte van Alzheimer? Dan gaat dit orgaantje, is Albert, als eerste aangedaan. En u kunt zich dan ook voorstellen dat op het moment dat dit orgaantje niet meer zo goed functioneert, dat nieuwe ervaringen, nieuwe dingen die je meemaakt, niet meer goed door dat orgaantje gesorteerd kunnen worden. En waardoor er dus een korte termijn geheugenprobleem ontstaat. En dat, gaan we, dat kunnen we ook terugzien in de hersenen. Want als we kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt met de ziekte van Alzheimer, Alzheimer, dan zien we dat de, de Alzheimer-eiwitten als eerste opbouwen in dit orgaantje. Dat laat ik nu ook zien. Dit zijn die uh, Alzheimer-eiwitten. Dit is een gezonde situatie waar de, waar de neuronen in de hersenen gezond zijn. Dit zijn neuro, neuro, neuroncellen. En bij mensen met de ziekte van Alzheimer zien we daar tussen de cellen amyloïde plaques. En in de cellen zien we allemaal ja, eigenlijk een soort afvalstofjes ontstaan. Dat noemen we tau tangles. Um, deze, daar kom ik later nog op terug, um, omdat we ook gaan kijken hoe dat bij de 100-plussers er nou eigenlijk uitziet. Dus tussen de cellen de amyloïde plaques en in de cellen de Tau-tangles. En hier ziet u dat nog een keertje. Als je een, uh, een, een stukje van de hersenen neemt en je gaat aankleuren, dat kan voor Tau-tangles, dan zie je hier zo inderdaad al die, al die neuronen vol met die, die Tau-tangles zitten. En hier ziet u... Tussen de, de neuronen door die amyloïde plaks ophopen. En u kunt zich voorstellen dat dit natuurlijk niet een hele fijne situatie is. Als we nou kijken naar de touwtangles in dit geval, dan kunnen we als we. De, dit zijn weer plakjes hersenen, midden gesneden. En vervolgens nog een keer door de helft. En dan ziet u dus hier weer. Uh, nou, Waar is mijn muis nou? Oh, hier. Is, hier ziet u de uh, hippocampus. En naarmate het ziekteproces zich vordert, wordt de hele hersenschors aangedaan door die touwtangles. En we zeggen eigenlijk dat zo tussen de stadium 3 en 4 komen mensen naar het ziekenhuis met dokter is niet in orde. En dan heb je dus al behoorlijk wat uh, touwophopingen uh, in die hippocampus. Nou even terug naar mevrouw van Andel... want zij had immers haar lichaam gedoneerd aan de wetenschap... en dus ook haar hersenen. Dus het was mogelijk om te kijken in welk stadium... in welk touwstadium um, mevrouw van Andel zat. En deze touwstadia noemen we braakstadia. En de neuropatholoog zei, dit is een braakstadium 2. Je ziet hier een klein beetje kleuring hier... en hier een beetje kleuring. En je ziet, dit is ook stadium 2. Dus, dus het gaf aan dat zij op haar 115-jarige leeftijd... Een, een, toch wel een beetje touw had opgebouwd. Maar eerlijk gezegd is dat vrij normaal. We zien eigenlijk bij een heleboel 100 plussers dat zij wel touw opbouwen, maar op een of andere manier er niet altijd evenveel last van hebben. En inderdaad is het ook zo dat mensen komen hier naar het ziekenhuis. Hè? Dus dit is een relatief ja, benigne situatie. Daarnaast had mevrouw Van Andel geen beta-amyloïde plaques, dus die ophoping tussen de cellen. Daarna had ze ook geen vasculaire pathologie, dus ze had geen kleine bloedentjes in de hersenen. En ze had ook geen atherosclerose, ofwel aderverkalking in het hele lichaam. Dus het is best heel bijzonder wat iemand die 115 is, die dat allemaal niet heeft. Want de meeste mensen die ouder worden, krijgen natuurlijk wel last van dit soort ja, ouderdomskwalen. Hierbij geeft zij dus eigenlijk aan dat het mogelijk is voor ons mensen om heel oud te worden zonder dementie. En dan rijst natuurlijk de vraag. Hoe kan dat? En dat is de vraag die we willen beantwoorden. Om dat te doen, moeten we dus mevrouw Van Andel ver vergelijken... met een hele hoop andere mensen die net zo bijzonder zijn als zij. Heel oud en niet dement. En toen hebben we eigenlijk berekend dat we daarvoor moesten kijken... naar mensen die ouder zijn dan 100 en niet dement. Dus we hebben in 2013 het 100-plus-onderzoek opgezet hier in Amsterdam... En het doel was om 500, 100 plussers op te nemen in deze, in deze studie, in dit cohort. En uh, we hebben er op dit moment 420 geïncludeerd. Nou, wat doen we nou eigenlijk precies in het 100 plus onderzoek? Um, hoe dan ook moeten we natuurlijk eerst weten wie is er ouder dan 100 en niet de mens. Daarvoor kijken we eigenlijk vaak in de, um, in de lokale ja, nieuws. Uh, lo lokale krantjes. Want daar uh, wordt vaak gepubliceerd dat als iemand 100 is geworden, dat de burgemeester langskomt. En als dat gepubliceerd is, dan, um, dan googlen wij daarop en dan ga gaan wij in contact met deze personen. En als de 100 plusser het leuk vindt om mee te doen met het onderzoek, dan gaan we er een eerste bezoek naartoe. Dan gaan we met de auto daar naartoe en dan hebben we allemaal vragenlijsten. We vragen over hoe, hoe oud zijn kinderen, of hoe oud zijn ouders geworden, hoe oud zijn uh, ooms en tantes geworden. We vragen uh, allerlei dingen over leefstijl, zoals heeft iemand gerookt of heeft iemand gedronken. En uiteraard prikken we ook bloed, want we willen graag weten hoe, um, uh, nee, daar kom ik nog zo terug, maar we willen graag weten hoe het afweersysteem nog functioneert en we willen ook graag in de erfelijkheid kijken. Een week later gaan we terug en dan gaan we, gaan we de neuropsychologische testjes afnemen. En ook allerlei andere vragen beantwoorden. En die neuropsychologische testjes nemen we af om te goed in elkaar te brengen hoe functioneert het brein van de 100 plusser nog. Zodat we precies kunnen weten wat we, um, ja, wat, wat, hoe um, allerlei uh, metingen die we doen correleren met het functioneren van het brein. Daarna gaan we elk jaar komen we terug. Om te kijken, zijn er veranderingen in het functioneren? Zijn het lichamelijke functioneren, is dat veranderd? Of is het um, um, cognitieve functioneren, is dat veranderd? Zodat we precies weten wat er nou eigenlijk gebeurt in de 100 en met de 100 -plusser. Dit is het praktisch team. Deze prachtige dames, die komen bij u langs. En um, wat ze dus doen is ze doen een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek. En een van de psychologische onderzoeken die we doen is de clock drawing test, waarbij wordt gevraagd om een klok te tekenen, de cijfers erin te zetten en um, vervolgens de wijzers erin. Dit is wat je ziet bij Alzheimer patiënten en dit is wat je ziet bij 100 plussers. Dit is een hele uh, sensitieve test om te kijken hoe goed het brein nog functioneert. We hebben een medische vragenlijst en we nemen dus inderdaad bloed af. En we doen dus de jaarlijkse follow-ups. Dat doen deze dames. Nou, niet alle 100 wonen in Amsterdam. Dus we moeten een heel, uh, ja, heel veel kilometers afleggen. Uh, dit, zijn, dit is een, een kaartje van Nederland waar de 100-plussers geboren zijn. Um, en omdat we natuurlijk twee keer langs gaan bij de 100-plussers, um, ja, leggen we het dus inderdaad heel wat kilometers af per jaar. En we hebben dus ook twee autootjes. Uh, aan het 100-plus-onderzoek gelieerd. Je kunt ze misschien wel eens zien rijden met het grote 100-plus-logo op de zijkant. Dit is de huidige status quo van het onderzoek. Inderdaad, er zijn 420 100+ers geïncludeerd, waarvan het meeste zijn vrouwen. De, uh, op dit moment is de oudste deelnemer 108. Um, bijna 60% woont uh, nog zeg maar in het huis uh, waar ze hun kinderen hebben opge opgevoed. Um, en de, en de, de resterende woont vaak in een, in een verzorgingshuis in een eigen kamer waarin ze um, ja, toch uh, zorg in, in de buurt hebben. De gemiddelde uh, leeftijd bij inclusie is 101. En eerlijk gezegd zijn de meeste mensen die zijn 100 als we ze includeren, maar soms zijn ze ook 104 en 105. En dan wordt dus die gemiddelde leeftijd iets naar, naar rechts opgetrokken. Op dit moment hebben we 100 en 100-plussers die ofwel hun brein al gedoneerd hebben aan het onderzoek, of dat nog gaan doen. Dat is voor ons een goudmijn, omdat we echt kunnen leren wat er in die hersenen gebeurt um, ja, tijdens het veroudering zonder dementie. Uh, we vragen ook of de kinderen van de 100-plussers willen deelnemen. En op dit moment doen 411 kinderen van 100-plussers ook mee. Soms hebben de 100-plussers zelfs nog een partner, en ook die vragen we of die mee wil doen. Nou, dit is een foto van de 100-plus-dag in 2016. Want eerlijk gezegd zie ik dit echt als een samenwerking tussen de 100-plussers en ons als onderzoekers. En u ziet hier, er waren toen 52 100-plussers. Wat we doen is, we vieren onze samenwerking. Um, er is een grote lunch en er uh, worden praatjes gehouden over wat we dat jaar hebben uh, ontdekt, allemaal. En um, we willen dus heel graag een warm contact houden met de 100-plussers, omdat ja, we zien ze elk jaar. Uh, we mogen langskomen, we mogen bloed prikken. Het is echt een samenwerking. Wij mogen van de 100plussers leren hoe het mogelijk is dat zij deze geweldige leeftijd bereikt hebben zonder dementie. En dit jaar ook weer hebben we een 100plusdag. Hier een aantal foto's van de 100plussers. Um, die gemaakt zijn door Lisbeth Dingemans. En eigenlijk is het leuke hiervan, want als jullie toch kijkt naar deze. Mensen, dan zien ze er eigenlijk een, stok, een stuk jonger uit dan dat ze zijn. Want ik ga nu de leeftijden erbij zetten. Het zijn toch behoorlijke leeftijden. En ja, we horen toch wel heel erg vaak dat, god, nou, ze zien eruit als 80. En dat moet u even onthouden, dat zou een 20 jaar verschil zijn. En hier in het midden ziet u mevrouw van Andel Schipper toen ze 115 was. Zijn er op dit moment nog vragen tot nu toe? Nee, geen vragen die ik kan beantwoorden. Wachten we heel eventjes. Dan ga ik even door. Dan ga ik nu vertellen wat we nou eigenlijk allemaal verzamelen van de 100-plussers. Waar we wat van kunnen leren. Nou, als eerst dus dat interview als we bij de 100-plusser op bezoek zijn... Um, dan vragen we over levens, uh, allerlei levensvragen en ook over de, um, um, de, de ziektegeschiedenis. We vragen of ze een, um, een um, het kwartierstaat willen maken. Dus uh, hoe oud zijn ouders geworden? Hoe oud zijn broers en zussen geworden? Um, zodat we precies weten hoeveel ouderdom er eigenlijk in de familie zit. Vervolgens nemen we dus die neuropsychologische testjes af. We vragen of mensen. Akkoord zijn of ermee eens zijn om hun brein na het overlijden te doneren aan het onderzoek. Van sommige mensen hebben we een PET MRI afgenomen, en we prikken uiteraard bloed, zowel van de 100plussers en de broers en zussen van de 100plussers, maar ook van de kinderen van de 100plussers, en ook van de partners van de kinderen van de 100plussers. Dat is een heleboel maar dat doen we zodat we, als we bijvoorbeeld willen kijken in hoeverre iets te maken heeft met de leeftijd, dat we ook een gezonde controlegroep hebben die geen ouder hebben, die ouder is dan 100 en niet dement. We kijken dus in het bloed naar het afweersysteem en we maken ook allerlei cellen waarbij we ook functioneel onderzoek kunnen doen. We kijken naar de hormonen, we kijken naar of er allerlei... Um, tellingen van de, van, de, van de bloedcellen zijn en van cytokines. En Dat zijn, dat zijn eigenlijk soort moleculen die het afweersysteem uh, beïnvloeden. Dus daar kijken we heel diep naar. Daarna kijken we ook naar het, de genen. Um, we, 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 uit de bloedcellen kunnen we het DNA isoleren. Dan kunnen we van allerlei verschillende manieren zijn er om naar het erfelijk materiaal te kijken. En die passen we ook allemaal toe. We vragen ook aan de 100plussers. Of ze ontlasting willen doneren aan het onderzoek. En dat vragen we omdat er bekend is geworden dat er een, een relatie is tussen um, de bacteriën die in je darmen zitten. en de kans om dement te worden. En wij willen graag weten of de 100-plussers misschien juist hele gunstige bacteriën hebben. Dat zou natuurlijk heel interessant zijn. Gaan we eerst even in op wat we tot nu toe geleerd hebben van het interview. Want de 100-plussers uit het 100-plus-onderzoek zijn relatief hoog opgeleid. Hier zie je de mannen en hier zie je de vrouwen. Ik zie dat het een beetje een blurry plaatje is, maar het is wel zo. En hier ziet u de mannen en de vrouwen uit de populatie, van de, uit het geboortejaar waaruit ze geboren zijn. En hier ziet u de 100-plussers. En u ziet dat dat eigenlijk een stuk hoger. Een, ja, het is een beetje moeilijk te zien, maar u kunt van mij aannemen, ze zijn relatief hoog opgeleid. Ze komen uit een relatief. Hoge sociale klassen. Hier ziet u de sociale klassen van, van het geboortecohort En hier de sociale klassen, en hoe hoger, hoe donkerder, van de 100-plussers. Dat geldt dus voor, zo, voor zowel mannen als voor vrouwen. Ze hebben ook uh, relatief veel kinderen gekregen. We, we hebben dat vergeleken met de mensen uit het geboortecohort. En de 100-plussers hebben eigenlijk iets meer kinderen gekregen, gemiddeld gezien, dan de mensen uit hetzelfde geboortejaar. Oftewel kinderen geen probleem. Gaan we nu kijken naar um, de kwartierstaat van de, van de 100-plussers. Om te kijken in hoeverre, um, het, de, de, in hoeverre dat in families voorkomt. En we zien inderdaad dat hoe ouder je wordt, hoe meer afhankelijk je bent van je van je familie, van je erfelijke constellatie. Dus we zien dat erfelijk, we zijn steeds meer afhankelijk van ons erfelijk materiaal. En als je 100 wil worden, dan ben je voor zo'n 60% afhankelijk van je erfelijk materiaal. Oftewel, erfelijkheid speelt een belangrijke rol. En je moet dus ook heel erg veel geluk hebben om 100 plusser te worden. Want je kan het natuurlijk niet je eigen ouders uitzoeken. Um, maar hier ga ik straks wat meer over vertellen. Dan gaan we nu naar wat hebben we geleerd van de neuropsychologische testjes die we ieder jaar afnemen. Nou, hier ziet u de, de score op die MMSE, Mini Mental State Examination, dat, dat, wat mevrouw Van Andel ook had gedaan. Zij kon 30 punten scoren, dat 30 hoort eigenlijk hier. En wat we eigenlijk zien in dit plaatje is dat hoe hoger de score is op dat testje, hoe hoger de kans is om minstens nog twee jaar lang te leven. Dus hier zien we de survival rate, heet dat. En we zien dus eigenlijk dat ongeveer na, na, na hier, na 26... zie je dus dat mensen langer overleven. En dus hebben we gezegd, nou, na 26, als je een hoger scoort dan 26 op dat testje... dan ben je echt een gezonde 100-plusser. Dus daarbij zeggen we, als je hoger scoort dan 26, dan leef je langer. We weten ook dat als, als dat zo is, dan heb je een goede hersenfunctie. En we zien ook dat... Naarmate mensen dan nog ouder worden, dan blijft het vaak ook een hoge hersenfunctie. We zien wel dat 100-plussers vooral langzamer zijn in het denken. Dus het geheugen gaat niet zozeer achteruit, maar wel vaak dat ze langzamer worden. Het geheugen gaat overigens wel iets achteruit, maar heel minimaal. En we zien ook dat er een, een bepaalde test is: dat is de clock drawing test Die heb ik net laten zien. Dat is dat, dat, die, die test met dat rondje, dat is deze. Um, dat het een hele gevoelige test is. En ik vertel u dat omdat dat ook zo weer terugkomt. Wat gaan we nu zien? We hebben ook pet MRIs afgenomen bij uh, 100-plussers. Hier ziet u een mevrouw van 103. Zij, had een, een, uh, zij scoorde 27 op die neuropsychologische test, de MMSE. En dit zijn eigenlijk plakjes van de hersenen zo. Die worden zo gescand. En hoe meer rood erin zit, hoe meer amyloïd erin zit. Dus u ziet nu dat in deze mevrouw, die 103 is, toch behoorlijk wat amyloïd aanwezig is. En desondanks scoort zij hartstikke hoog op dat neuropsychologische testje. Dus zij, is, um, zij, zij heeft relatief een helder hoofd, ondanks al die Alzheimer eiwitten die zij in haar hoofd heeft. De vraag is dus, hoe kan dat nou? Daar ga ik ook op in zo direct. Namelijk, we, we hebben inmiddels. Dit, dit moet ik eigenlijk even aanpassen. Zie je, ik. ik heb een oude slide gebruikt. Het, we hebben nu inmiddels uh, 101 uh, breindonaties. En dit zijn de mensen die uh, naar die breinen kijken. Hier ziet u uh, die 101. Uh, breinen en hoe die verdeeld zijn op basis van leeftijd. Dus je ziet uh, dat de meeste mensen zo tussen de 102 en 103 of ja, tussen, rondom deze leeftijden overlijden. Dan krijgen we die breinen. Dus wat u nu gaat zien, dat betreft breinen voor meestal tussen de 102 en 104. Nogmaals laat ik het plaatje zien, want we gaan dus nu kijken naar hoeveel van die amyloïde plaques er in de hersenen zitten en ook hoeveel tangels er in de hersenen zitten. Dus die Eiwitten die zich in de cellen ophopen. En we gaan eerst even de focus op de amyloïde plaks doen. Dus deze ophopingen. Want wat zien we nou? Dat met de ziekte van Alzheimer verspreiden die amyloïde plak zich over de hersenen. Het begint hier. En op een gegeven moment, naarmate het ziekteproces zich vordert, wordt het steeds verder en steeds meer van die plaks in de hele hersenen. Dus op een gegeven moment zitten de hele hersenen... Full. En wat zien we nou eigenlijk bij de 100 plus? We hebben, we hebben gevraagd aan de Nederlandse hersenbank of we mochten kijken in alle mensen die in de hersenbank zitten met de ziekte van Alzheimer en ook gezonde mensen. En we zien dus dat de verspreiding van die amyloïde plaques ook toeneemt met de leeftijd. Dus hier ziet u Alzheimer-patiënten, die hebben een hoge stadium, dus dat is al flink verspreid. Maar met de leeftijd in gezonde mensen neemt die spreiding ook toe. En dan is natuurlijk de vraag: wat gebeurt er nou na de 100 dan? Dan zien we dus dit. Hier ziet u: de, dit zijn de 100-plussers. Um, Elk stipje is 100-plusser. En u ziet dat 100-plussers, die ook als ze heel gezond zijn, hier, zit, hier ziet u weer die mmse score Dus hoe beter ze functioneren, dan nog zien we mensen die behoorlijk wat van die. Amyloïde plakspreiding hebben. En op een of andere manier kunnen we dat niet meer. Het is wel een Alzheimer eiwit, maar het correleert niet meer met hoe goed iemand functioneert. Wat we zien is dat op jonge leeftijd, tussen de 50 en de 60 en ja, rond, rond deze leeftijden, dan zie je als je dan amyloïde plakspreiding hebt, dat dat echt alleen maar voorkomt in mensen met de ziekte. Terwijl dat. Dat dan nog echt niet, echt niet veel voorkomt in, 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 jong, in uh, mensen die niet ziek zijn of die geen Alzheimer hebben. Terwijl, naarmate dat me mensen ouder worden, ja, dan kan je er eigenlijk niet, niet meer goed op aan dat, heel, dat veel amyloïde plaks hebben gevaarlijk is. Want 100 die hebben dat dus ook. Kijk, wat we dus nu zien is, we denken dus nu te, dus te zien dat die verspreiding. Dat zien we echt bij die ziekte, zo, die, die, die amyloïdverspreiding. Maar dat bij ouderdom dat er hier en daar een plak optreedt. En dat dus wel die spreiding er is, maar niet de heftigheid ervan. Dus dat, het, dat, dat dus de, de, zit wel overal in de hersenen. Maar vanwege die veroudering gebeurt dat gewoon zo nu en dan een plak. Maar dat. dat niet um, zo dezelfde verspreiding heeft zoals bijvoorbeeld met de ziekte. Dit is een hypothese, dit moeten we nog bewijzen. Maar de eerste aanwijzingen zijn er al. En dat is van de collega die hier toevallig ook aan tafel zit. Suzanne Rode heeft hiernaar gekeken. En zij ziet dat als je dus de spreiding bekijkt, de taal is een, een maat voor spreiding, dat associeert matig met de, hoe goed iemand functioneert. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid van die plakster erin zitten, dan associeert dat wel goed met, iemand, met, met hoe goed iemand functioneert. Ik begrijp dat dit een, misschien een moeilijke plot is. Maar wat er eigenlijk staat, is dat de spreiding niet zozeer meer belangrijk is, maar wel de hoeveelheid ervan. En dat is een hele andere manier om naar die Alzheimer-eiwitten te kijken. Dus dan is eigenlijk de vraag: hoe kan het dan dat 100-plussers. Relatief weinig amyloïd opbouwen. Hoe kan het zijn dat, het, terwijl mensen dat wel opbouwen met de leeftijd, dat 100-plussers dat dus niet doen? De vraag is dus eigenlijk: welke eiwitten maken de 100-plussers eigenlijk anders? Hoe zijn de hersenen van 100-plussers anders dan de normale populatie? Daarvoor moeten we de hersenen van 100-plussers vergelijken met die van gewone mensen. Ja, wie is nou eigenlijk een gewoon mens? Dus wat hebben we gedaan? We hebben bedacht, nou dan gaan we een age continuum maken. Dus een, een leeftijdscontinuum. We nemen hersenen van mensen met Alzheimer en mensen zonder Alzheimer over een hele lange leeftijdscontinuum. En daarmee vergelijken we de 100-plussers. Dus daarmee kunnen we kijken welke eiwitten veranderen met de leeftijd, de hoeveelheid van die eiwitten. En welke veranderen um, in Alzheimer patiënten. En welke veranderen alleen maar met de leeftijd. En wat... 100-plussers. En eigenlijk is de uitkomst heel bijzonder, want wat we dus zien is dat. Neem maar bijvoorbeeld, dit, dit zijn bouwstoffen van de neuronen, die nemen af met de leeftijd in gezonde mensen, maar in 100-plussers blijven ze hoog. Hier ziet u de leeftijd. Oh. En hier ziet u de frequentie van die eiwitten, en u ziet, het, u ziet ze dus afnemen met de leeftijd. Maar niet in 100plussers. En daarmee kunnen we zeggen dat die 100plussers eigenlijk een heel jong brein hebben. Want zij hebben hoeveelheden die eigenlijk overeenkomen met mensen die wel twintig jaar jonger zijn. En dat doet mij weer denken aan het plaatje wat ik net liet zien: van die gezonde 100plussers, die er ook uitzagen alsof ze 20 jaar jonger waren. Dat is dus niet alleen zo in het gezicht, maar ook zo in het brein. En dit zijn dan die bouwstoffen van, die, um, van, van de neuronen. En zo zijn er een heleboel verschillende soorten eiwitten waar, waarvan we zo'n signaal zien. En soms zien we ook dat um, eiwitten omhoog gaan met de leeftijd en juist laag zijn in 100-plussers. Dus het kan beide kanten op. Um, maar dit is voor ons een heel erg mooi signaal, omdat we dus hiermee kunnen aantonen dat sommige eiwitten echt anders zijn bij 100-plussers. en die dat brein dus jong houden. En daar kunnen we natuurlijk heel veel van leren, omdat die eiwitten eigenlijk aangeven wat er nodig is om die cognitie hoog te houden. Dus dit geeft ons aanwijzingen om verder te gaan... en te, en te begrijpen waar, op welke processen moeten we eigenlijk aangrijpen... om dat brein jong te houden. Wat we eigenlijk ook zien is dat de eiwitten... die de samenklontering van de Alzheimer-eiwitten voorkomen... dat die anders zijn in de 100-plussers. Dus eigenlijk willen we nu verder gaan, uh, gaan, gaan onderzoeken... naar hoe het mogelijk is dat die eiwitten daar... Anders, of, of anders in hoeveelheid zitten bij de 100-plussers. Zodat inderdaad die samenklontering voorkomen kan worden. Dit, is inderdaad, dit, is, dit zijn hartstikke nieuwe bevindingen. Verder onderzoek moeten we nog doen. Maar dit is natuurlijk een prachtige aanwijzing... om te leren hoe 100-plussers dat brein zo gezond houden. Zijn er nu nog vragen tot nu toe? Nee, geen vragen? Ik zie nee. Oké. Okay. Dan gaan we weer verder. Namelijk met... Het bloed. En het DNA. Dit zijn de mensen in de groep die bezig zijn met, uh, de, genetische onderzoeken, met, de, ja, met de genetische onderzoeken. En ik wil ze toch even laten zien, dat ik het belangrijk vind om te laten weten. dat dit, dit natuurlijk niet een eenmansonderzoek uh, is. maar dat er heel veel mensen aan bijdragen. Ik liet dit plaatje al eerder zien, dat uh, naarmate we hogere leeftijden bereiken. We meer en meer afhankelijk zijn van ons erfelijk materiaal. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag wel erfelijk, welk gedeelte van het erfelijk materiaal is nou eigenlijk belangrijk. Eerst wil ik ook iets vertellen over het belang van het begrijpen van die erfelijkheid. We weten dus dat er een aantal genen te maken hebben met een hoger risico op dementie. Diegene die wat die doen, wat die, waar diegene, waar diegene, um, ja, de functie van die genen, die geven ons aanwijzingen over, over wat is eigenlijk het ziekteproces? Wat gebeurt er eigenlijk? Nog niet alles is duidelijk. Dus we kunnen de genen heel goed gebruiken om beter te begrijpen wat er nou eigenlijk in, die ziekteproces, in dat ziekteproces gebeurt. Daarnaast is het wel interessant, want die genen die krijg je al mee vanaf je geboorte. Dus als we weten welke genen tot een hoog risico leiden. dan kunnen we eigenlijk wel vanaf de geboorte bepalen. wie heeft er eigenlijk een hoog risico. om dement te worden op latere leeftijd. En als we dat weten, dan kunnen we dus voorspellen. wie er risico loopt. voordat mensen ziek worden. En dat is belangrijk, want dat geeft ons de mogelijkheid. om in te grijpen. voordat mensen ziek worden. En zoals ik u al liet zien. Die gaten die in die hersenen ontstaan bij het proces van dementie, daar kunnen we nooit meer wat aan veranderen. We kunnen er alleen maar wat aan doen voordat het ziekteproces zich uh, uh, voordoet. Dus het is ook belangrijk om te weten wie loopt het risico en ook liefst wat voor risico is dat? Hoe moeten we dat proces ondersteunen zodat iemand dit, zo zo, deze hersenen kan behouden tot op hoge leeftijd? Nou, dan gaan we even kijken naar de 100 plussers en hun genen. Um, de, daarvoor is het belangrijk om te vertellen dat er een heleboel risicofactoren zijn, erfelijke risicofactoren zijn, die gezamenlijk een netto risico voor dementie veroorzaken. En dat netto risico staat hier eigenlijk uitgebeeld in een plaatje. En dat, dat netto risico heet de polygenetische risicoscore. Hoe lager het, dat netto risico, hoe, hoe minder er, uh, risico natuurlijk iemand loopt. En het verschil tussen de Alzheimer-patiënten en de 100-plussers wordt hier duidelijk. U ziet dat het netto risico van 100-plussers beduidend lager is dan het risico van uh, mensen met, met de ziekte van Alzheimer. Oftewel, de 100-plussers zijn erfelijk beschermd en mensen met dementie die zijn wat meer erfelijk belast. Nou is natuurlijk wel de vraag, oh ja, ik wou, ik wou dus inderdaad schrijven, dus de 100-plussers hebben minder risicoverhogende factoren. Ze hebben meer beschermende factoren. Maar de vraag is: welke factoren zijn dan belangrijk? En dan wil ik nog één opmerking maken. U kunt ook zien dat we het genetisch risico van de mensen die 100-plus worden en de mensen die wel Alzheimer krijgen, nog niet helemaal uit elkaar kunnen trekken. En dat komt omdat we nog niet alle erfelijke factoren kennen die het risico op Alzheimer of op dementie beïnvloeden. Dus we hopen dat in de toekomst dat we het beter uit elkaar kunnen trekken. Om op zoek te gaan naar die erfelijke factoren... kijken we dus naar een heleboel mensen die gezond zijn... en die Alzheimer hebben in dit geval. We kijken naar, een, naar mensen met verschillende leeftijden... van 50 jaar tot 100-plussers. En daarvan moeten we opmerken dat de 100-plussers... natuurlijk verrijkt zijn met die beschermende factoren en de Alzheimer-patiënten, zeker met als ze jong zijn, erg verrijkt zijn met risicofactoren. Um, we kijken inmiddels tussen, naar 50.000 en 100.000 personen. Een van de genen die, beschermd, die een beschermend uh, effect heeft, is een gen en dat heet het PLCG2-gen. Een mutatie in dit gen um, is beschermend en is verrijkt in de 100-plussers. En het gen is betrokken bij de neuroinflammatie. Dat wil zeggen dat er, uh, een, 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 de afweer van de hersenen die zorgt ervoor dat um, hersenen gezond uh, blijven. Maar als de afweer te hard aanstaat, dan kan het ook tot problemen leiden. En dat PLCG-2-gen reguleert in hoeverre. Die afweer in die hersenen aanstaat. Maar hoe werkt die bescherming dan? Nou, ik ben natuurlijk geen uh, immunoloog. Dus ik ben naar Leiden gegaan met, en toen heb ik het team van professor Jacques van Dongen daar gezien. En ik heb gevraagd van, goh, ik zie dit in deze 100plussers. Kunnen we niet samen aan het uh, kijken hoe het gen anders is bij 100plussers en hoe dat gen. Uh, de 100-plussers eigenlijk een beetje bijzonderder maakt. En dat hebben we afgelopen. Nou, ik denk wel dat we daar vier jaar aan gewerkt hebben. En we zien dat 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 dat, 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 dat gen eigenlijk het afweersysteem een klein beetje actiever maakt. Niet veel, echt een heel klein beetje. En dat is heel erg interessant, want daardoor kunnen we zien dat wat de 100-plussers toestaan. dat is mogelijk, dat is beschermend. En het geeft dus ook aan um, ja, hoe ver je eigenlijk een, een, een bepaald proces. Kan veranderen wat nog wel gezond is en wat niet gezond is. Dus natuurlijk is het zo dat het afweersysteem, dat is al sinds de mensheid in, in is, is dat eigenlijk sinds, sinds met dieren ook, is het heel evolutionair een beschermd systeem. Dus daar kan je niet zomaar eventjes een verandering in maken. Maar de die geven aan wat wel kan. En zij laten dus zien dat het afweersysteem een tikkeltje actiever is. En ja, nu is het dus interessant om te kijken hoe kunnen we dat eigenlijk een beetje nabootsen. Hoe kunnen we dan leren van de 100-plussers hoe je dat na kan maken? Ja, oh ja, ik ben nu bijna bij, uh, bij, bij overal geweest. Wat ik nog wel even wilde laten zien: dat is, we, we, we hebben inderdaad ook gekeken naar de, naar de darmflora van de 100-plussers. En daarin zien we wel. Ik heb, ik heb de, dat plaatje nu niet, nu niet uh, in de presentatie zitten, maar wat we wel zien is dat de 100-plussers een andere uh, samenstelling hebben van de darmflora dan mensen die een stuk jonger zijn. Dus dat selecteert zich wel uit. En het grappige is ook wel dat dat overeenkomt tussen de darmflora bijvoorbeeld van, men, van mensen die heel oud zijn in Japan of in Nederland. Dus kennelijk zit er wel iets in wat uh, overeenkomt tussen de hele oude mensen in Japan en uh, in Nederland met betrekking tot wat er in de darmen gebeurt. Ja. Ivera ja. is van een paar keer haar hand opgeschoten. Is iemand wat vragen? Ik ga haar nu eventjes. Ivera, ik begrijp dat er een vraag is. Zou je die kunnen stellen? Je, we kunnen je nu horen. Die moet wel even unmuten. Ik hoor niks. Dan, dan, dan gaan we weer verder. Um, nou, we hebben dus nu ontzettend veel data um, verzameld. En we beginnen ook echt wel ervan te leren. En het, we gaan dus nu. Al die data ook met elkaar correleren, met elkaar vergelijken. We willen uh, graag weten wat als, er, wat als er bijvoorbeeld wat in de darmflora gebeurt. Hoe verhoudt zich dat dan met uh, wat er in de hersenen gebeurt? Hoe verhoudt zich dat dan met het erfelijk materiaal? Hoe, ver, hoe verhoudt zich dat dan met het afweersysteem? En dit is iets wat, waar deze studie natuurlijk erg uniek maakt, omdat we al deze data hebben van, van deze mensen. En, uh, ja, ja, en ze zijn natuurlijk ontzettend bijzonder. Dus um, uh, we, gaan, we willen eigenlijk nu veel dieper gaan kijken. En daarmee gaan we ook samenwerkingen aan met mensen in het buitenland, omdat er, omdat er op dit moment ontzettend veel um, ontwikkelingen zijn in de meetmethodes. Uh, vroeger konden we bijvoorbeeld één gen tegelijkertijd meten. En nu kunnen we alle genen in het genoom in één keer meten. Vroeger konden we één eiwit in de hersenen meten. Nu kunnen we in één keer alle eiwitten in de hersenen meten. Maar dat zijn wel hele dure experimenten. Maar ja, als je toch echt iets wil weten over hoe je het brein gezond houdt... dan is dit wel de, de, het cohort of de, dit zijn wel de data... waar je deze dure experimenten op wil loslaten. En daarom gaan wij nu um, samenwerkingen aan met grote groepen... ook in Amerika en in andere landen... om te kijken of we die dure technieken kunnen loslaten op deze, uh, op deze breinen, op dit bloed... Uh, en, uh, en dat, dat we die correlaties kunnen maken met inderdaad bijvoorbeeld de erfelijkheid. Um, ik vind dit zelf ontzettend spannend, moet ik zeggen. Het, uh, het is ook al een beetje een verandering in het onderzoek tot nu toe, maar het gaat natuurlijk een ontzettende grote hoeveelheid data genereren, en dat is natuurlijk hartstikke spannend. We hebben nu natuurlijk een aantal dingen al gezien, en we hopen eigenlijk dat we door op deze manier verder te gaan, dat we nog veel meer van dit soort mooie signalen zullen zien. Ik wil nog een keer Oh, Ivera, zou je misschien nog een keer je vraag willen stellen? Kunt u mij verstaan? Ja, ik kan u verstaan. Fijn, ik wist even niet hoe het ging. Uh, goedemiddag. Uh, nou, ik vroeg me af wat voeding dan uh, in dit geval dan nog kan betekenen. Dat is een hele goede vraag. Um, bij de 100-plussers hebben wij um, in het begin heel erg nagedacht over hoe gaan we voeding uitvragen. Want 100 plussers zijn natuurlijk in, in, inmiddels in ieder geval 100 jaar. En we wilden eigenlijk wel weten wat ze dan in die tijd gegeten zouden hebben. Maar um, nou zijn er twee dingen die een rol spelen. Eén is dat ze zijn voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Dat was een hele andere tijd. En toen at men wat er op het bord kwam. Het was niet echt een keuze. Er was geen McDonald's of, of, of de, 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 dat, dat, soort, dat soort keuzes waren er allemaal niet. En ten tweede was er een ander probleem, namelijk dat ja, als je aan een 100-plusser vraagt wat at u zoal toen u 50 was, dat de kans dat dat een betrouwbaar antwoord wordt, niet zo groot is. Dus we hebben heel, heel erg overwogen van gaan we dit nou wel of niet uitvragen en toen, en toen hebben we besloten om dat niet te doen. Een andere reden is ook dat 100-plussers zijn een heel gek plukje uit de samenleving. Um, zij zijn dus erfelijk beschermd. En dat zorgt er ook voor dat zij dingen kunnen doen die voor andere mensen niet mogelijk zijn. He, wat we bijvoorbeeld ook zien, is dat sommige van onze 100plussers, die roken nu nog. Nou, ik kan u verzekeren dat dat, dat dat voor de meeste mensen niet gezond is. En dat mensen daar natuurlijk aan doodgaan. Maar op een of andere manier zijn de 100plussers op een bepaalde manier beschermd. Waardoor ze voor hen andere regels gelden. En we zien dus dat 100plussers... Best wel vaak taartjaartjes eten en ook af en toe een wijntje drinken. Dus de voeding die zij hebben. is eigenlijk misschien wat minder representatief. voor wat goed is voor de normale populatie. die niet beschermd zijn zoals zij. Nou is het wel zo dat honderdplussers vaak wel. hele. Ja, hoe heet het, stabiele leefstijlen hebben. Maar zij hebben nooit een bepaalde. Vincent, dat hebben wij nog nooit teruggehoord. ze hebben nooit iets gedaan om dit te bereiken. Dus zij hebben gewoon eigenlijk heel erg veel geluk gehad en de leefstijl. Uh, ja, ze, ze zijn niet uit de band gesprongen, maar ze hebben er niets voor gedaan om dat te bereiken. Beantwoord ik zo uw vraag? Ja, dat is prima. En uh, tegenwoordig heb je natuurlijk, uh, zeker na de oorlog, dat, uh, dat uh, we eten uit verre landen hier naartoe krijgen. Ja. Dat hadden ze toen de tijd natuurlijk niet. Dus dat heeft dan waarschijnlijk ook nog weer invloed. Ja, we horen vaak van de 100-plussers dat ze met de seizoenen leefden. Vroeger werden de boontjes van het land gehaald, ingemaakt. Er werd het vaker geslacht uh, in november. En uh, met Pasen werden dan de, de, de ribbetjes gegeten. Um, dat soort verhalen horen we vaak terug van de 100-plussers. En dat is natuurlijk heel anders dan dat dat nu is. Dus het is echt ook totaal niet te vergelijken. Daar heeft u helemaal gelijk in. Nou, dank u vriendelijk. Geen probleem. Um, ik had in het begin van de presentatie een aantal vragen gesteld en ik, vraag, ik wil dus nu kijken, hebben we ze beantwoord? De vraag was, waarom blijven sommige mensen tot na hun honderdste helder, terwijl anderen rond hun zeventigste last krijgen van dementie? Nou, we zien wel dat honderd Alzheimer eiwitten in hun hersenen opbouwen, maar... We weten nu dat het ook wel iets minder is. Dus de spreiding daarvan is er wel, maar het is wel een stuk minder. We zien ook dat de 100-plussers genetisch beschermd zijn tegen dementie. En we zien dat het afweersysteem van sommige 100-plussers net iets actiever is. En ik zeg hierbij bewust sommige 100-plussers, want we weten dat die, 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 dat gen wat die 100-plussers dragen, dat dragen ze niet allemaal. Dat draagt maar een klein gedeelte van de 100-plussers. Dus we weten nog niet wat de 100-plussers die niet dat gen dragen, hoe zij worden beschermd. Er is dus nog een heleboel onderzoek wat we moeten doen. De andere vraag was: kunnen we van 100-plussers leren hoe we een brein gezond kunnen houden? Nou, om een voorbeeld te geven over, over weer dat gen, wat, 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 dat beschermende gen, er wordt op dit moment heel hard gewerkt door verschillende laboratoria over de hele wereld. Om de werking ervan na te bootsen. En dan worden er allemaal kleine moleculetjes gebruikt om te kijken: van goh, kan ik hetzelfde effect bewerkstelligen? Uh, zoals de 100 plussers dat ook hebben. Dus in die zin kunnen we er inderdaad van leren. Daarnaast zien we ook dat er andere beschermende varianten zijn. Maar wat ze precies doen, dat weten we nog niet. Maar ja, dat, daar ligt dus nog een hele hoop te doen voor ons om uit te zoeken wat er dan aan de hand is. En dat doen we niet alleen, dat doen we inderdaad met een hele hoop mensen waar we mee samenwerken. En de laatste vraag, kunnen we in de toekomst mensen met een hoog risico op dementie, kunnen we die helpen? Nou, allereerst moeten we weten wie. Loopt er een hoog risico op dementie? En wat ik vertelde is dat, dat het netto genetische uh, risico kunnen we bepalen en kan daarbij helpen. We kunnen dan bepalen wat voor genetisch risico iemand heeft en waar die dan vatbaar voor is. Dus in de toekomst zeggen we: iedereen heeft zijn eigen risico op dementie. En iedereen krijgt dus ook, dat, dat is de toekomst, uh, dat denk dat, ik dat, 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 dat in de toekomst gaat gebeuren, iedereen heeft dus ook baat bij zijn eigen medicijn. En dat is, denk ik, hoe het in de toekomst eruit zal gaan zien. Dus we gaan heel goed bepalen welke vatbaarheid heeft iemand heeft. En hoe moeten we die vatbaarheid stutten. zodat uh, het brein gezond gehouden kan worden. En wat, ze, wat denken de 100 plusers zelfs? Nou, dit is een quote van de heer Theo van Duin: Men tellen de arbeid niet, doch slechts het doel alleen. Oftewel, we werken er hard aan. En wij nemen um, meneer Van Duin's. Advies graag aan. We werken er heel hard aan. Sommige mensen zeggen: elke dag een ei. Nooit klagen. Veel ui en vis eten, zegt iemand anders. Tenminste tot 90-jarige leeftijd carnaval vieren. Die zal wel uit het zuiden gekomen zijn. <laughs> um, drink goede en dure rode wijn. Drink nooit witte wijn. Nou, daar moet ik misschien nog even aan aanpassen. <laughs> um, eet elke dag een theelepeltje kalvee-pindakaas. Verveel je nooit. Geen drugs, niet roken, geen alcohol en niet te veel vrouwen, zegt iemand anders. Maar u ziet al wel dat elke 100 plusser een eigen plan heeft of een eigen gewoonte heeft. Van alle 100 plussers die we, we stellen eigenlijk altijd de, de vraag aan 100plussers: hoe kan het dat u zo oud bent geworden? En ze hebben allemaal een ander antwoord. Er is geen pijl op te trekken. Het enige wat we wel echt zien, is dat het hele optimistische mensen zijn. Dus dat helpt wel degelijk. Um, dit, is, dit is het 100PLUS-team, de mensen met wie we het onderzoek doen. Um, die wil ik heel graag bedanken uiteraard voor al het harde werk dat we met z'n allen doen. Um, en dit zoiets doe je echt niet alleen. En als u meer wil weten over het 100PLUS-onderzoek, dan kunt u naar www.100PLUS.nl of naar www.holstegenlab.eu. Daar staat alles wat we doen en, uh, en wie daarbij betrokken is. En dit zijn de 100 plussers en ik wil hierbij graag danken voor uw aandacht. Dit is een hele leuke vraag van Mandy. Kan jullie zien? Kan ik een vraag zien van Mandy? Ik wil eigenlijk liefst. Dit zijn, dit zijn de, de funders, die moet ik ook altijd laten zien. Maar ik wil dan liever eindigen met deze slide, uiteraard. Even kijken, Mandy. Waar is mijn bril? Ik moet mijn bril eventjes even hebben. <laughs> Oké. Okay. Um, waarom is het onderzoek pas vanaf 100 jaar en niet vanaf 90 jaar, bijvoorbeeld? Dan kan mensen toch langer vervolgen? Mijn patiënten hadden telkens de 100 niet. Groeten, Mandy, huisarts. Ja. Dat is een hele goede vraag. Um, ja, we hebben eigenlijk willen kijken naar op welke leeftijd zijn mensen optimaal beschermd tegen dementie. Oftewel, um, we willen weten, als iemand heel veel kans heeft gehad om dement te worden en het desondanks niet is, dan ben je dus optimaal beschermd. En, um, en eigenlijk zien we dus dat dat rondom de, le de leeftijd van 100 begint te komen. Dan zien we dat mensen. Eigenlijk dat het een beetje raar is dat ze niet de mens zijn. En um, sterker nog, we zien namelijk dat de kans om te sterven. Um, dat is, is lager na 100 jaar. dan de kans om dement te worden. En dat wil zeggen dat op een gegeven moment na 100. er niemand meer over zou zijn. die niet dement zou zijn. Nou ja, we zien aan mevrouw van, van Andel Schipper. dat dat wel degelijk kan. Dus, maar dan is, wordt het statistisch wel een beetje bijzonder. En daarom hebben we besloten: oké, okay, om, om, een, om een mensen in het, in het 100-plus, te, of tenminste in het, in het cohort te includeren, die maximaal beschermd zijn, waar we dus zoveel mogelijk informatie uit kunnen halen, dan moeten we dus zo oud mogelijk kijken. En daarom zijn we naar 100-plussers gegaan. En de kans tussen 90 en 100 om dan nog te sterven met dementie is best wel hoog. Dus uh, ja, vandaar 100. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Denk ik wel. Er was nog een vraag, namelijk uh, wat is er anders in het darmmicrobiom van 100plussers? Kun je hier iets meer over uitwijken? Oh, wat een gemene vraag. Want het probleem is namelijk dat ik niet zoveel weet over, het, uh, over de darmflora van uh, überhaupt de darmflora. Dit is een, uh, een uh, onderzoek wat ik dus ook gedaan, of we heb, uh, ook gedaan hebben uh, met mensen uit Delft die daar uh, veel van wisten. En zij hebben gekeken naar al die verschillende typen uh, darmflora. En dan zie je na, in de leef, met, met, met oplopende leeftijd dat de bepaalde darmflora op een gegeven moment gaan uitselecteren. In die 100plussers zit dat dus meer dan in mensen die jonger zijn. Maar ik kan nu niet vertellen wat voor, uh, wat, wat, wat voor bacteriën dat precies zijn. En ook niet precies wat ze doen. Het enige is wat, wat ik u kan vertellen, is dat het bij de 100plussers echt een andere constellatie is van darmflora dan bij mensen die jonger zijn. En dat het dus hetzelfde is in mensen in Japan en ook in andere landen overigens um, als in Nederland. Dus daar zit misschien wel wat in. Um, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Daar gaan we ook een samenwerking over aan, overigens. Dus daar, daar hopen we in de toekomst meer over te leren. We hebben geen vragen meer openstaan. Dus um, misschien als iemand nog een vraag wil stellen, dan hebben we nog wel tijd voor eentje. En anders kunnen we misschien gaan afronden. Ja. Dan ronden we hierbij af. Dank u wel voor uw aandacht.